René, een week na die 1-0 nederlaag tegen SC Twente. Ik kan me voorstellen dat je met een iets lekkerder gevoel bij Studio Voetbal wilde zitten. Als je nu terugdenkt, wat is dan je gevoel voor de wedstrijd nog? Ja, je moet uiteindelijk evalueren. Dat hebben we gedaan de dag daarna. En uiteindelijk moet je het dan ook achter je laten, want uiteindelijk gaat het weer om de volgende. En daar moeten we ons ook vooral op focussen. Maar dat we daarin beter moeten dan hebben we laten zien tegen Twente, dat is wel duidelijk. Ja, hoe is deze trainingswerk gegaan hier in Overvecht? Ja, nee, op zich goed. Na de wedstrijd van Twente weer herstellen en uiteindelijk... Dan moet het daarna ook klaar zijn, afsluiten. En dan moeten we dus de training weer afstemmen op de wedstrijd van RKC. En dat hebben we prima kunnen doen. En met een goede, fitte groep. Dus dat is prima. Ja, je zei dan een goede, fitte groep. Iedereen een beetje heel uit die strijd gekomen? Ja, natuurlijk heb je altijd wel wat klachtjes de eerste paar dagen. Maar dat gaat ook snel richting de wedstrijd. Gaat dat opzettelijk wel weer weg. En dat betekent dat we toch de hele week vrijwel met de complete groep hebben kunnen trainen. Dus dat is prettig. Ook nog even op de jaarlijkse teamfoto, zag ik. Ja, de teamfoto na 1 september, die moet ook altijd weer gebeuren. Gelukkig kon dat nu ook met de nieuwe tenues. En ook dat je dan inderdaad een groep compleet hebt die we vooral tot de winterstop beschikbaar zullen hebben. Dit weekend komt natuurlijk RKC Waalwijk op bezoek. Je hebt je vast zeker goed voorbereid. Wat kunnen we verwachten? Nou ja, RKC is natuurlijk altijd een ploeg die de intentie heeft om te voetballen. Dat is de laatste jaren ook zien in de Eredivisie dat ze die intentie hebben. Dus ik verwacht ook dat ze daarin wel weer dezelfde vrijheid zullen hebben als dat ze de laatste jaren hebben gehad. Ja, en daarnaast hebben ze ook een aantal spelers fysiek gezien die ook heel gevaarlijk kunnen zijn met spelervattingen. Dus daarin dat ligt ook wel een bepaalde kracht van hun. Ja, zonder al te veel te verklappen, maar hoe wil je ze gaan bestrijden ongeveer? Ja, nou ja, we hebben natuurlijk nu 2 keer thuis gespeeld. Dus de uitdaging ligt er in de derde thuisoverwinning achter elkaar. Ja, en we moeten gewoon laten zien dat we zeg maar, aan kunnen knopen op die wedstrijd van Feyenoord en van Sparta die we thuis gespeeld hebben. Dat we agressief spelen, dat we met druk naar voren spelen, maar dat we ook aan de bal met druk naar voren spelen. Dus met tempo, met diepte in ons spel. Dat is wat we graag willen laten zien. Ja. Als je wint zaterdag, dan haal je na 5 wedstrijden, kom je op 10 punten. Klein quizvraagje, weet je wanneer het voor het laatst is gelukt bij FC Utrecht? Die quizvraag die weet ik wel, want er is vanmorgen nog te sprake gekomen. Maar uiteindelijk, als ik me nu vraag, volgens mij 2009, 2010. Goed. Heel snel door het hoofd. Heel goed, ja, zeker. Heel goed. Mooi doel dan, denk ik, voor zaterdag. Niet? Zeker een mooi doel, maar dat is een bijgegeven uiteindelijk. Maar het is natuurlijk wel mooi als je de 3 wedstrijden thuis achter elkaar wint. En als je ziet hoe de wisselwerking met het publiek tegen Sparta en tegen Feyenoord was. Ja, dan moeten wij ervoor zorgen dat we weer de steun van het publiek krijgen. Dus, en dat kan alleen maar doordat wij ons spel uitvoeren zoals we graag willen.